Ja, wacht, ik ga even erop staan hoor. Ja, wacht. Nee. Oh. Ja, verdomme, dat is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld dat een probleem is. Leuk dat je kijkt naar Coke TV. Ik ben Jeroen. Ik ben Marije. Ik ben Bradley. En wij zijn Coolbox. En wij maken van super saaie, super leuke dingen. En vandaag is het weer tijd voor een disaster date, maar die gaan we anders aanpakken. In de vorige disaster dates hebben we Nick Rozen, Brit Scholten en Quinsting al geprankt. Die aflevering kun je hier zien. Yes, en vandaag gaan we Giola Toy pranken. Gio denkt namelijk dat hij vandaag opnames heeft voor NC, maar dat is helemaal niet zo. En zoals je ziet is Jirenzo er vandaag niet bij, want die heeft namelijk vakantie. En daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van Simon! Yeah. En Simon is een acteur en hij gaat vandaag de regisseur spelen op de set en alles helemaal door de war schoppen. En we hebben ook nog wat leuks voor jou, Bradley. Dus ga maar even daarheen. Dit wordt niet zomaar een disaster date, maar een disaster date met een twist. We gaan namelijk Gio La Toy pranken en de twist is namelijk dat ik een pruik op krijg. En een bril en kleurlenzen en ik word volledig onherkenbaar. En Gio gaat denken dat hij gewoon opnames heeft, maar dat is niet zo. Oké, op dit moment zit Bradley in de visagie en hij krijgt volgens mij een pruik en een lens in, zodat hij helemaal omgetoverd wordt tot iemand anders. En wij gaan eventjes met z'n drieën, met Simon die de regisseur gaat spelen, even brainstormen over wat we Bradley kunnen laten doen en zeggen. Ik denk dat ik sowieso een hele strenge regisseur ga zijn. Ja. Ja. Een hele boze. Ja, niet raar opkijken van Bradley's gedrag. Ja, precies. Maar want het is wel Bradley zijn eerste dag. Ja. Dus hij is heel zenuwachtig en alles is super spannend. Ja, heel ongemakkelijk natuurlijk. Ja. We hebben dus ook dit gat en dan moet hij zo, moet dit? Oh. Ja, dus wat we dan doen is we doen deze open. Ja. Overdoet en je gaat draaien en dan van alles zo, kraas, valt het er allemaal uit. Zullen we laten zien hoe Bradley eruit ziet? Echt geweldig. Het is echt geweldig. We moeten stil zijn, het kan zijn dat Gio op boven zit. Okay. Hoe heet je? Ik heet nu Stefan en ik ben een Belgische stagiair. Maar ik ga dus Vlaams spreken omdat de stem klinkt dan hoger en mijn moeder is ook Vlaams. En mijn familie ook Vlaams, dus vandaar dat ik die stem op ga zetten. Wie kwam er ook weer op sollicitatiegesprek? Zit hier al minstens een half uur te wachten. Ja, hallo? Wie was ook weer de volgende kandidaat, precies? Dankjewel. De naam is Stefan. En hij is nogal laat. Goeie eerste indruk. Sorry, excuses. Ik had het al super druk en de brug stond open en mijn sokken kon ik niet vinden. Het was allemaal een beetje ellende, maar goed, ik ben er. Vertel maar. Ja, oké. Volgende! Kan dus nu ieder moment binnenkomen lopen. Ja, het is bijna 3 uur en we krijgen als het goed is zometeen een belletje. Dus ga jij alvast klaarstaan in de studio. Ziet er mooi uit trouwens. Je bent prachtig. Ik ga dus nu, je ziet er echt goed uit. Van met dit moment ben ik nu Stefan. Wat heb je nog gestaan? Ik ga het lager spreken omdat dat makkelijker is. Okay. Succes. Dankjewel. Joedag. Ik ben echt zo bang dat hij hem herkent. Ik vind het ook heel, heel kut. Hoor je mij praten alvast? Ja, ik hoor je gewoon heel goed. Is hij er? Moet ik hem gewoon halen? Nee, hij komt nu denk ik. Als hij hem niet herkent, dan is het gewoon... Ik ben zo bang voor die eerste paar minuten. Ja. Maar dan komt hij voor ze. Oké. Succes. Hij komt eraan. Elke keer zo bang als hij erop gaat. We zijn thuis van de camera. Oh, hij herkende hem volgens mij niet in eerste instantie. Oh my god. Laat wat vallen van het rek. Hij ziet het niet eens. Oké, ja, even kijken. Oké. Wacht even, wat gaan we hem laten doen? Even kijken. We gaan even geluid testen. Denk je dat hij doorheeft? Ja, nu kijkt hij heel erg naar me. Oh, hij kijkt weer weg. Oké, chill. Ik word helemaal na als hij naar me kijkt. Maar hij stond wel goed met zijn rug, dus dat is wel fijn. De stem werkt niet helemaal mee. Kan je zo meteen struikelen over een kabel? Ja. Hij gaat struikelen hoor, Ik denk dat hij doorheeft.
Jill, kan je, we moeten hem die winkelbanen laten doen. En ik ga straks beginnen. Dus ik ben benieuwd. Maar doe nu die bingoballen, laat maar zeggen. Dat klepje open, draaien en die bingoballen er allemaal uit laten vallen. Hallo, test, test. Ik zit nu achter de tafel bij de bingoballen. Ja? Ja, draai eraan, draai, draai, draai. Gewoon helemaal doordraaien. En dan. Zijn allemaal dit bij de schoenen, denk ik? Bij mij? Ja, dat is allemaal wel. Ik zie er geen in meer. Oh, daar ja. Dit is echt heel leuk. Wat doe jij precies eigenlijk? Ik ken dat. Ik maak YouTube-video's, zeg maar. Gewoon een YouTuber. En, dat hebben we in België hebben we dat eigenlijk niet, hè? Een paar, ja. Ik weet niet of je kent Acid. Nee, dat zijn de grootste. Oh, hij kijkt hem zo erg aan. Je moet hem even afleiden. Nee. Oké. Okay. Gio is de hete naar Bradley aan het kijken. Ja. We gaan nu terug, Remco en Simon, om hem wat meer af te leiden. Ja, met je gezicht naar het groene toe, op de grond zitten, je schoen uit en aan je sok uit en aan je voet kriebelen. Dus met je gezicht naar het groene doek, dus dat hij niet je gezicht ziet. Oh my god. Trek anders sowieso al die schoenen maar en je sokken ook uit. Ga daar op blote voeten rondlopen. Daar kan je me vinden. Maar wat ik had een rood jasje. Wat ben je nou aan doen? Ja, ik heb het warm, die terug schoen uit. Zijn stem. Maar we moeten wel door. Je stem moet lager. Ja, oké. Heb je zelf ook iets gezien wat je zelf aan zou kunnen doen? Kan je zo het licht aan en uitknipperen? Het licht aan de linkerkant van de studio die in beeld staat. Ja, ja. En als we met binnenlopen, kan je. Die arme jongen. Het licht, Bradley. Ja. Gewoon in beeld lopen en dan. Ja, gewoon even in het midden lopen. Maak het maar gewoon even helemaal donker. Dat is vet. Top. Ja, mooi. En loop nog eens terug. En ga nu maar even knipperen met dat licht. Even een paar keer. Doe maar een stuk of 4-5 keer. Stoeltje aan klaar, zodat je er goed op kan zitten. Even kijken. Hou het gewoon aan. Ja, die? Ja, top. Ja, okay. Ja. Ik wil even die backdrop checken, want hij is best wel laag. Die. Mag ik hem laten scheuren nu, hè? Ja, scheur hem maar inderdaad nu. Nu is het moment, laten we zeggen. En hij moet vraag aan Gio of hij mee wil helpen even en scheur het dan. Wacht. Hoe kan ik je dat dan last krijgen? Het is toch je werk, of niet? Ja, maar Gio, voordat je terug naar huis al. Vraag even aan Gio of hij wil helpen. Gio, kan jij mij helpen? Aan de ene kant, als ik aan die kant ga staan. En dan. Moet je even aan dat ding draaien, zo? Deze? Ja, wacht, ik moet even rusten. Oké, wacht. Oh my god, hij vindt ze. Gio is dat letterlijk zo met zijn handen in zijn haar. Ja, sorry hè. Gaan we zo of niet? Ja, nee, ik had gezegd dat vasthouden, hè? Ja, ik had hem wel vast. Nee. Hij geeft nu Gio de schuld, hij geeft hem wel de schuld. Gio de schuld geven, ja. Gio, hij zegt vast, maar als ik daar niet vasthoud, dan kan ik vallen. Ja, maar ik heb hem nu vast. Dat was niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld, hè? Je bent stagiair, je komt hier werken. Ik weet dat het je eerste week is, maar probeer een beetje te focussen, gast. Ja, het is alleen maar omdat ik te laat ben, hè? Tijd is geld, het duurt allemaal lang. We zijn hier met heel veel mensen aan het werk. Die staat daar volgens mij. Wacht, doe anders even. Doe even rustig anders. Ja, ik ben helemaal van makkelijk. Ik kan daar niet meer aan, sorry hoor. Breek het kledingrek, gooi het kledingrek. Moet ik het hebben een soort van woede aanval. Wat zei het net? Nee, dan weet ik niet of we het vandaag wel weer opkrijgen. Dus moeten we morgen weer draaien. Ja, ik heb wel de tijd om te zitten. Ja, verdomme, dat is niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld dat het probleem is. Zullen we gaan? Zullen we gaan? Ik? Ja. Dat is niet mijn fout. Jij hebt elke keer al om mij zo te vitten. Ik kan dat niet, ik trek dat niet. Ik kan je heel moeilijk verstaan. We gaan nu naar de bed. Sorry, ik kan dat echt niet tegen. Ja. Oh god. Ah! Oh, ik heb hartkloppingen, jongen. Ik heb hartkloppingen.
Ik was oh, kijk, echt te trillen. Oh, ik wist echt niet wat ik moest doen. Yo. Yes. Oh, oh, mijn hart. Zie je het toch wel? Ik dacht zo bekend voor je. Yes! Wat je accent, jongen. Huh? Hoe deed je dat? Dat was toch goed, die goede keuze. Ja. Jij kwam zo bekend voor. Ik dacht, dat kan wel, joh. Ik kwam zo erg op. Ja, maar. Oh joh, je moet even een trillen gast. Wat gebeurt? Ik heb er nog nooit mee gemaakt. Dat is zo geniaal. Acteur. Dat is een acteur, ja. What the fuck, jongen. Oeh, het ging ook echt allemaal zo snel. Toen je begon te schreeuwen dat de kledingrek omgooien. Ja, zit iedereen ook gewoon hier in het complot, gewoon? Ja. Gast, ik wist echt niet wat ik moest doen. En je was ook zo lief aan het meehelpen. Ja, ik wilde gewoon helpen. Ik dacht, ja, moet ik ze uit elkaar halen of zo? Maar ik dacht op een bepaald moment ook echt van, nou, hij gaat het sowieso doorhebben dat het zo nep is. Nee. Ik vind het zo eng. Gelukkig. Yes. Wil je nou weten hoe we opruimen leuker hebben gemaakt? Klik dan op deze video. En wil je de video van de Frischik zien? Die staat hier. Ik ben ook heel benieuwd wat jouw favoriete moment was van deze disaster videoshoot. Laat het even weten in de reacties. Abonneer op Gio en abonneer op KokenTV. En dan zien we jullie volgende week. Doei! Doei!